Welkom bij Studio ADO. ADO Den Haag heeft in kort tijdsbestek weer een tweetal wedstrijden moeten afwerken. Thuis tegen Jong AZ en uit tegen Jong FC Utrecht. Vrijdag wacht een bijzonder zware wedstrijd, namelijk de uitbeurt bij PEC Zwolle. In deze aflevering van Studio ADO dit keer geen Dirk Kuyt of een van de spelers, maar aandacht voor de jeugdopleiding en de vrouwen van ADO Den Haag. We starten met een interview met Albert van der Dussen. Hij is director bij de jeugd van ADO Den Haag. Albert, hoe loopt het bij de jeugd op het ogenblik? Nou, ik moet zeggen dat we echt tevreden zijn over de manier hoe het nu gaat. Er zit toch wel redelijk wat progressie bij een aantal teams. Maar goed, we zitten al begin in het seizoen. En het is even afwachten hoe de meeste jeugdteams nu op een hoger niveau acteren. Ja. Onder 21 is er een ploeg, ja, die begon wat moeizaam tegen Almere. Dan was dat natuurlijk niet de minste club om tegen te beginnen. Het probleem bij onder 21 is natuurlijk wel dat de hele week wordt er getraind met, laten we zeggen, een selectie van onder 21. Dan denk je daarmee de wedstrijd in te gaan. Ja, en dan krijg je op het laatste moment te horen hoeveel spelers er van 1 terugzakken. En nou is 1 en 2 niet erg, maar als er een heleboel zijn, is dat wel een probleem. Nou ja, kijk, in principe snap ik dit wel. Kijk, als de hoofdtrainer een call geeft, als het maar even zo mooi met een mooi woord te benoemen, ja, dan moeten wij natuurlijk daarop acteren. En dat doen we ook. Dus en er zijn natuurlijk behoorlijk wat jongens die speelminuten nodig hebben. En daar is natuurlijk in dit geval ook de onder 21 een goed platform voor. Maar goed, als het er 7 of 8 zijn, ja, dan de voorbereiding van de huidige coach Giovanni Franke. Ja, die zal zich daar dan ook aan moeten passen. Ja, maar het blijft natuurlijk moeilijk, want bepaalde spelpatronen oefenen met elkaar, spelhervattingen oefenen, dat zit er dan niet in. Nee, kijk, dat klopt. Maar goed, ik veronderstel en ik verwacht ook dat de jongens die terugkomen, dat ze toch ook wel die bagage hebben. En dat ze daar ook wel het rendement daarin kunnen leveren. Ja, en vorige week speel je tegen de kampioen van de competitie van vorig jaar. En die kan je altijd verliezen natuurlijk. Ja, zeker. En dat is wel zo dat je hebt een hele grote groep voor die onder 21. Een aantal kunnen nog zakken naar een onder 18. Ja. Maar goed, het betekent wel, denk ik, op de dinsdagavond ervoor gaan spelen. Want ze moeten toch wedstrijdritme houden. Ja, nou ja, goed, daar hebben wij natuurlijk elke week overleg over met de trainers van de onder 18 en onder 21. En die verzorgen datzelfde hartstikke goed met hun staf. En die bewaken ook natuurlijk dat alle jongens natuurlijk evenveel speelminuten krijgen. En dat ze in ieder geval gelijkmatig belast worden. En dat zijn de coaches wel toevertrouwd. Ja. Ben je tevreden over de kwaliteit die bij ADO bij de jeugd rondloopt? En dat bedoel ik niet eens zozeer alleen onder 21, maar in de diverse selecties? Nou, ik moet zeggen, vanochtend hebben we de onder 17 bijvoorbeeld gezien. Die hebben me heel erg positief verrast. We hebben al een paar wedstrijden eigenlijk al. Die winnen met 5-1 van Sparta. Dat is natuurlijk een mooie graadmeter. Dus er zijn nog meerdere teams natuurlijk wel aan de weg timmeren. Maar het blijft ook altijd subjectief. Want jeugd is toch vrij dynamisch. Maar goed, de voortekenen zijn in ieder geval goed. En we hopen dat we in ieder geval die ontwikkeling door kunnen zetten met die jongens. Ja, dan hebben jullie in de afgelopen periode, ook voor het seizoen al, diverse spelers al een contractje kunnen aanbieden. Waaruit een stukje waardering blijkt. Ja, dat is eigenlijk tweeledig. Inderdaad, waardering. De jongens die het verdienen, die kunnen in aanmerking komen voor een contract. Maar dat heeft ook vooral te maken dat we zeker wat eerder in het proces jongens willen vastleggen. Dat we niet meer die koopzondag van weleer worden. Dat we onze talenten en onze pareltjes kwijtraken. Dus daar zijn we alert op. En dan geven jongens, als ze het verdienen, ook een overeenkomst. Ja, want dat gebeurde natuurlijk in het verleden. En Joshua Zierikzee en Pascal Struik, dat waren toch jongens die heel makkelijk verdwenen.
Ja, wie weet, als met een contract wat toch wat makkelijker vastgehouden. Ja, talent, dat houdt er niet vast. Nee, kijk, als echt de top 3 komt, dan wordt het wel lastig. Want die jongens die vinden het natuurlijk ook hartstikke mooi als die belangstelling komt. Maar waar het vooral om gaat, is dat je ook een stukje rust creëert, hè, in je opleiding. Zodat die jongens zich toch verzekerd zijn dat ze 2 of 3 jaar een jeugdopleiding kunnen blijven bij ADO Den Haag. En ja, en als ze zich melden, eventueel de scouts, dan weet je in ieder geval voor wie ze komen. Ja. Bij ADO was in de policy gezegd van, luister, de jeugd, dat is ons bezit. Daaruit moeten de spelers komen straks voor het eerste elftal. Hoe is het contact met de hoofdcoach en zijn staf? Nou ja, op dit moment loopt het contact vooral natuurlijk via de hoofdtrainer van onder 21. Hè. Dus daar is elke week gewoon communicatie tussen de trainerstaf en de staf van onder 21. Ja, daar hoef ik zelf niet tussen te zitten, want dat wordt door hun gewoon goed besproken allemaal. Ja. Naar je zin in je huidige job? Nou, het is ietsje rustiger dan het was. Hè? Want ik heb vorig jaar natuurlijk erg hectisch geweest. Maar goed, dat doe je ook voor de club. Maar in dit geval, ook bij de jeugdopleiding, is nog voldoende te doen en te managen in dit geval. Dus ik heb het erg druk. Maar in dit geval heb ik het erg leuk druk. Ja, en natuurlijk een fantastische accommodatie nu om te werken ook. Hè? Want ja, de toekomst moet wellicht aan de overkant ook, laten we zeggen, het eerste komen trainen. Ja, dat hopen we allemaal natuurlijk. Hè. Hoe mooi zal het zijn als iedereen hier rondloopt. Hè. Dat ook dat onze jeugdspelers ook de spelers van het eerste elftal zouden kunnen aanschouwen. En ik hoop dat ooit gerealiseerd wordt. Het is wel, het ligt wel in het verschiet. Alleen ja, dat duurt nog even. Maar ja, die plannen die liggen er wel. Goed, het gaat nog niet geweldig met de hoofdmacht van de ADO Den Haag. Hier bij de onder 21 lopen wat spelers die wellicht solliciteren naar een plekje daarin. Dat is toch een beetje de doelstelling. Nou ja, kijk, bij de hoofdmacht, ik zit wat verder van het proces af. Kijk, we hebben een nieuwe hoofdtrainer, in dit geval Dirk Kuyt. En 5, 6 wedstrijden zijn we nu weg. Dus ik kan er zelf niet zo heel veel over zeggen. Maar ja, we hoeven alleen maar te kijken. Ja, dat loopt nog niet heel erg soepel. Hè. Zo eerlijk moeten we ook zijn. En ik hoop dat we dat zo snel mogelijk natuurlijk recht kunnen krijgen. Tot zover Albert van der Dussen, Academy Director bij de jeugdopleiding van ADO Den Haag. Dan gaan we even kijken naar het programma van de diverse ADO-teams de komende dagen. Op vrijdag dus ADO Den Haag, de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. En die wedstrijd start om 8 uur. Op zaterdag speelt ADO Den Haag onder 21 weer een thuiswedstrijd op de aftrap. Om 3 uur begint het duel tegen Willem II onder 21. En dan de ADO Den Haag vrouwen, die beginnen zondag aan de competitie. De wedstrijd wordt gespeeld in het Bingo Stadion. En de vrouwen van ADO Den Haag beginnen om 11:15 tegen Telstar Nieuwkomer in de Eredivisie. En tot zover dan het overzicht van het programma van de diverse ADO-teams de komende dagen. En u hoort het al, de vrouwen van ADO Den Haag beginnen komende zondag aan hun competitie in de Eredivisie om 11:15 tegen Telstar. Eerder sprak ik met een van de speelsters van de ADO-vrouwen. Ze was onlangs genomineerd door ESPN. Dan heb ik het over Jamie Ravensbergen. Jamie, 2019 overgekomen van het Leidse Dokos naar ADO Den Haag vrouwen. Ja, aanvankelijk voor het talententeam, maar je stroomde al snel door naar de hoofdmacht. Ja, eigenlijk wel. Nou, ik heb uiteindelijk 3 jaar bij de belofte gevoetbald bij ADO Den Haag. Alleen in die 3 jaar heb ik ook mijn kruisband afgescheurd. Ja, dus redelijk snel naar het eerste toe gegaan. En ja, nu zit ik er nog steeds. Ja, dan nog niet zo lang geleden. Je zat bij de genomineerde voor Talent van het Jaar bij het gala van het ESPN. Verbaast je dat niet een beetje? Want ja, je loopt toch al even een tijdje mee in de Eredivisie. Zeker was ik verbaasd. Maar als je dan kijkt tussen wat voor naam je staat, is het alleen maar een grote eer dat je daartussen mag staan. Nou, en ik heb vooral genoten van die avond. Nou, helaas nog niet gewonnen. Beetje ook wel verwacht, maar het is toch wel heel leuk. En zeker een eer dat je daartussen mag staan. Dus het was gewoon heel mooi voor mezelf. Ja, het was natuurlijk ook een gala met ook de spelers, betaald voetbal, de mannen erbij. Je loopt er toch wel lekker in rond. Heb je nog wat contacten kunnen leggen, zo links-rechts? Nou, was dat maar waar. Ik heb dat niet echt durven doen. Ik vond het toch wel een beetje apart om zomaar naar die mannen toe te stappen. Maar het was zeker wel vet om daartussen te staan. En toch kijk je ook wel tegen die mannen op. Dus het was alleen maar een mooie avond. Ja, maar aan de andere kant, het vrouwenvoetbal wordt steeds meer gelijk getrokken met mannenvoetbal.
Dat is ook belangrijk. Zeker, is ook zo. Maar toch staan de mannen altijd wat hoger. En ja, dat blijft denk ik toch altijd een dingetje. En weet je, het is al mooi dat je tussen die namen staat en dat die spelers daar lopen. Ja, en ik durf toch niet zomaar heel snel naar iemand toe te lopen. Dus heb ik deze avond niet gedaan. En misschien volgend jaar als ik weer kans heb, misschien dat ik het dan wel sneller zou doen. Ja, nou even terug naar dit seizoen, de voorbereidingsperiode. Snak je niet naar de strijd om de punten? Ja, het duurt echt veel te lang. Ik ben nu echt toe aan de competitie. Ik denk bijna 9 weken voorbereiding. Ja, ik vind dat veel te lang duren. Dus van mij mag die competitie eigenlijk nu al gelijk starten. Ja, wat jou zelf betreft, hoe vind je dat de voorbereiding verloopt? Nou, ik moet zeggen, de voorbereiding verloopt wel goed. Alleen ik vind het, wat ik eigenlijk net al heb gezegd, ik vind het gewoon veel te lang duren. Ik wil liever echt gewoon de echte wedstrijden spelen en geen oefenwedstrijden. Ik vind het veel leuker om in het stadion te spelen dan hier. We hebben een prima complex op Rijswijk. Maar het stadion is toch wel een sfeertje en de supporters erbij. Nou, daar heb ik in ieder geval wel heel veel zin in. Ja, nou is het wel zo dat Adelhaag vrouwen moet in die voorbereiding toch nog wel wat speelsters missen. Dat is nu heel erg jammer. Aan de andere kant, ik denk dat het toch wel weer een team staat dat het alle ploegen moeilijk kan gaan maken. Ja, en dat vind ik vooral heel mooi bij ADO. En ook de meiden die geblesseerd zijn, horen er ook bij. Elke wedstrijd komen zij ook kijken, steunen ze ons. Dus dat betreft, je mist ze wel op het veld, maar buiten het veld staan ze er wel en zijn ze er ook voor je. Dus eigenlijk zijn we gewoon één team en we zijn heel erg gehecht met elkaar. Dus dat is alleen maar mooi. Ja, nou is het wel zo, dat zie je ook bij de mannen ook, dat bepaalde teams natuurlijk financieel veel meer mogelijkheden hebben. Die draaien ook wel mee om de titel. Aan de andere kant, ADO Den Haag. Geweldige teamspirit en ook een goede sfeer. Ik denk dat dat het ook is. Dat je als team echt bepalend bent hoe je speelt op het veld. En ik denk dat dat ook wel afhangt van de resultaten. Als je niet als team speelt, dan lukt het natuurlijk ook niet. En ik denk dat dat onze winst wel is. Ja. Nou, zo dat in de Eredivisie zijn weer 2 ploegen bijgekomen. Fortuna Sittard en Telstar. Aan de ene kant is dat natuurlijk heel erg mooi. Aan de andere kant, ja, er zijn weer concurrenten bij die misschien links-rechts speelsters weg gaan snoepen. Ja, zo kan je het ook bekijken. Maar ik kijk het meer positief. Hoe meer wedstrijden is toch alleen maar leuker. En ik vind het alleen maar leuk dat er meer vrouwenteams komen. En hopen eigenlijk op juist nog meer teams. Waardoor het eigenlijk ook nog spannender wordt. Ja, ik noemde al die hogere spelende teams. Althans met meer financiën. Aan de andere kant, als ik kijk naar de selectie van de Oranje Leeuwinnen. Daar zitten heel wat speelsters bij die hun roots bij ADO hebben. Dus via ADO kun je er ook komen. Daarom, dus zo moet je het ook zien. ADO is als het ware een soort van opleiding. Zo moet je het ook bekijken. En het is inderdaad wel heel jammer dat heel veel meiden doorstromen naar de hogere clubs. Maar ja, het is wel heel mooi dat je die meiden nu in het oranje ziet staan. Dus dan doe je het als ADO zijn het toch wel ergens goed. Zeker. 18 september dan de competitieopening tegen uitgesproken een van de nieuwelingen, Telstar. Weten jullie al genoeg van Telstar? Nou, ik denk zeker dat ze gebrand zijn. Eerste competitie voor hun. Nou, laat maar zien in de Eredivisie. Dus ik ben heel erg benieuwd wat de strijd zou zijn. En zeker natuurlijk ook heel vet. De eerste competitie gelijk in het stadion. Is voor ons eigenlijk alleen maar mooi. En hopen dat er veel supporters zijn die ons steunen. En dan hopen de 3 punten in Den Haag te houden. Ja, nou wordt de wedstrijd gespeeld op zondag om 12:15. Wat heeft jou nou jouw voorkeur? Zondag 12:15 of gewoon vrijdag 19:30? Oeh, ja, dat vind ik een lastige. Ik vind het denk ik vooral afhangen van de supporters. Zeker het vlaggenteam die ons altijd steunen. Hopen dat zij dus zondag ook kunnen. En hangt inderdaad een beetje af van de mannen. Want meestal gaan zij ook naar de mannen toe. Dus het zou leuk zijn als zij nu naar ons toe komen en ons steunen. En dan maakt het me eigenlijk niet uit wat voor dag het is. Nee. Nou, dit seizoen, ADO Den Haag, nieuwe competitie. Vorig seizoen 4e geworden. Waar gaat ADO Den Haag vrouwen dit seizoen voor? 4 of wellicht toch nog een stapje hoger? Natuurlijk is onze doelstelling hoger. Maar dan moet je gewoon op het begin van het seizoen aankijken hoe het gaat. Dat is onze doelstelling in die top 3 te komen. Nou, ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat lukken. En zeker omdat er meer teams zijn bijgekomen. Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd naar deze Eredivisie. Goed. Heel veel succes in ieder geval. Ja, dankjewel. Tot zover Jamie Ravensbergen, speelster van ADO Den Haag vrouwen. En die gaan dus zondag ook beginnen aan de strijd om de punten. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Studio ADO. Bedankt voor het kijken en we melden ons weer volgende week. Graag tot dan. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door De Boer, maatwerk in keukens.